RK Bisdom heeft eigen plan van aanpak voor algehele verzoening. Partij Luhur leden stappen over naar NDP. En Zimbabwese president Mugabe zal bereid zijn om af te treden. Goedenavond dames en heren, het STVS-journaal. Het is maandag 20 november. Het RK Bisdom is bezig met haar eigen plan van aanpak om te komen tot een algehele verzoening in ons land. Dat staat los van de activiteiten die in dit kader door het Comité voor Nabestaanden van Slachtoffers van Politiek Geweld worden ondernomen. Ook Paus Franciscus zou dit verzoeningsproces van de kerk in ons land ondersteunen. Bisschop Karel Tjuni zegt dat de inzichten hierover eerder dit jaar zijn gedeeld met president Desiree Bouterse. Kutaki dayari opo para president Bouterse umiti face to face utaki drape mitagi president tak kokota trobi asadi si dirite tanga fifiari well lasting we broko ede sana prata kontra des kokota trobi misaptak miwan o mandueng preswan o mandueng ko aksi pos ko aksi OAS na presiden pikimitak e pos wa yepi damide. Bisschop Tjuni is van oordeel dat we na 35 jaar het gebeuren rond 8 december achter ons moeten laten. Hij noemt het een kuno die de ontwikkeling van ons land stagneert. Als het andere landen gelukt is om tot verzoening te komen, zou dat in Suriname ook moeten kunnen, stelt Tjuni. Met eigen pres, maar een onomastasani unuwang kokar pos. Paus skrip mbaka tak biskop if you want sita torso daw denai baka wan lukuno Colombia uyeb dema sita sandra pe isap farak isap fa omen sma dema chiri tok paus sanga dema de dema feno fasi naga arakereng drape fusita tori Venezuela Ubewa yep de madra pe seti tu paus bewa yepi ma Venezuela fast fast nulu ma ete de mai met muiti grape Guatemala bes uku saranal ak December 50 ma de mankiri Guatemala dusu ingi de mankiri toku elom su chichi paus OAS PN o fenômeno fácil drap era sério ou não mas fenômeno fácil estava na o fenômeno fácil. Bekend is dat het RK Bisdom niet zal participeren aan de verzoeningsconferentie die op 9 december door het Comité van Nabestaanden van Slachtoffers van Politiek Geweld in Suriname zal worden gehouden. Tijdens een persconferentie op 24 november zal bisschop Tjuni hier uitleg over doen. Morgen in Mantintaki wordt het uitgebreider gesprek met bisschop Karel Tjuni uitgezonden. Bij de Nationale Democratische Partij, NDP, zal ik mijn doelen beter behalen. Ik heb 25 jaren elders mijn best gedaan en toch niet veel gehaald, dus kies ik nu voor de NDP. Deze uitspraken zijn zaterdagavond te Marienburg gedaan door Enrique Ralim en Jogaman. Samen met hun achterban deden zij de bevestiging om het lidmaatschap van de Partij Luhur op te zeggen en zich nu bij de NDP aan te sluiten. Dit gebeurde onder publieke belangstelling en in aanwezigheid van regeringstoppers in Kommewijnen. De vereniging was geleerd dat wij in feite dat bepaalde mensen het niet betalen of het wantrouwen betalen als een soort cultuur in zich hebben. En dat geeft ons aan dat wij die vertrouwen niet meer hebben. Na 25 jaar als lid van de PL kiest Jogaman nu vol enthousiast voor de NDP. Vandaag proclameren wij deze organisatie
dat we de overstap gaan doen van die organisatie naar de Paarse Partij. De Paarse Partij waar wij zullen zijn. Het was een heel moeilijke stap om deze stap te maken van de ene organisatie naar de Paarse Partij. Omdat wij weten, we kijken naar visie, beleid en natuurlijk wat kunnen wij, wat kunnen zij voor ons die podium betekenen. Vandaag maak ik bekend het podium hier te Mariënburg, recreatiezaal Mariënburg, dat ik mijn volledige ondersteuning zal geven aan de Nationale Democratische Partij en ik wil van hieruit gelijk gebruik van maken en de procedure opvolgen voor het aanvragen van mijn lidmaatschap bij de NDB. We schuilen in onder stoelen of banken vanaf die idee in mijn kotapapel de kleur in paars. Beide heren en ook vele anderen staan achter de aankondiging om nu lid te worden van de Paarse Partij. Dus eigenlijk, hoe ik dat stap precies, 25 jaar lang OBD in een organisatie. En hoe taal loyaal, hoe met moeite, ondanks wie samsa, hoe taal met moeite. Maar in alle de jaren, je ziet dat en ik go vooruit in een organisatie. Juist als iets, ik go maar achteruit, maar achteruit. En niet omdat de economische situatie, niet omdat het koers op, maar slecht, die schulden worden niet betaald. Snap je? En dan hebben we ontdekt dat even de scholen samen moest bepaaien. In 2017, waar de scholen waren sinds de koers van 2.8. Dus dat wat ik in de kan geven als school. En op een gegeven moment zie je dat er wat we hebben opgebouwd langzaam gaan afbreken. En wij kunnen daar achter staan. En we gaan ook toe naar iets anders. Een betere visie, een beter beleid, een betere structuur. Waar wij kunnen aanhechten van nou, dit kunnen wij doen. Net als Djoga heeft Ralim het vertrouwen in de PL opgezegd. Ralim vindt dat er bitter weinig in zijn omgeving en district is gedaan. Daarom heeft Mariënburg nu een platform opgericht om aandachtspunten in hun woonomgeving beter aan te pakken. Het nieuwe platform werd zaterdag officieel gepresenteerd. Zijn mensen uit diverse gebieden komen wijden. En ik ben nog lang niet klaar omdat ik na vandaag, dinsdag, weer naar Tamarejo moet gaan. Ook naar Peperpot moet gaan. Lus en rust moet gaan. En ik moet ook nog naar de rechter overgaan. Die mensen die willen zich nog aansluiten bij het platform, maar ze konden natuurlijk hun vertegenwoordigers nog niet naar voren sturen. Maar dit is alvast het team met wie ik samen heb gewerkt. En ik wil ook mijn team bedanken die met mij op het veld zijn gegaan om de mensen te mobiliseren. Het team bedanken die mij hebben geholpen met de voorbereiding van deze vergadering. En ik wil natuurlijk u allen bedanken voor het willen komen naar hier om vandaag getuige te zijn. Ook anderen in de omgeving zijn de mening toegedaan dat Mariënburg en Kommerwijnen in totaliteit meer verdient. Hoe is het nog mogelijk dat anno vandaag er nog zoveel oudjes in diepere omstandigheden leven hier in Mariënburg? Er is veel werk in de boek. Amoro belangrijk is aan dat die Abigba, Abilief, dat na door de kracht, je eigen kunnen, om te zorgen dat we nu ontwikkelen. En ten eerste maar ziek aan bewegen dat je hebt ook komen, je hebt ook komen, bogo bogo. Maar dan gaan we naar Mario Burg, en dan wel eens die versterken aan het begin deze. Minister Suharto Mustadja en Robert Penu waren aanwezig bij de bijeenkomst. Beide ministers zaten ooit ook bij de PL en besloten in 2015 de NDP volledig te ondersteunen. Zij vonden het niet vreemd dat er meer PL'ers nu de overstap doen. We blijven ervan overtuigd, we waarderen uw inspanningen. We gaan u alle steun toezeggen, zeker op arbeid, omdat we daar beleidsmatig verplicht zijn aan het land. Dank u wel voor uw aandacht, wat we doen. En succes met uw streven om Kommerwijnen inderdaad tot verdere bloei te brengen. Maar ook zeker Mariënburg. Mariënburg ooit bloeien. Mariënburg, waar het gebeurde, waar de contractanten toen hebben moeten strijden. Ralim, leer maar zijn voor mij, toffe jongen zijn. Even je moest takkie in takkie. En een vrede voor takkie. Want misre vrij kostig, je maar sabi. Maar geen vrij kostig, je bereikt doelen. En aan het bestuur van jou, en ik zeg jongeren, Omondo,
Mijn kantoor staat open om jullie elk moment te ontvangen. En wat ons doen aan mama Adjebre, ontdekken Adjebre in de camera. Maar we gaan gezamenlijk werken aan de opbouw van de Nationale Democratische Partij. Want alleen deze partij, de Paarse Partij, gaat in staat zijn het eensgezindheid en de ontwikkelingsvisie voor het land voor te zetten. Ja, ik kan niet helpen dat ik zo kort ben, maar ik ben lenig genoeg om hem te overtuigen dat hij moet. Naar beneden gaan en ik kom over. Aan het eind van de vergadering hadden de heren de volgende reacties. Ik voelde me echt als een enkeling in een woestijn, zonder water en zonder eten. En uiteindelijk heb ik mensen ontmoet die mij die toos hebben gegeven. En zo toevallig is dat ook nog mensen die deel uitmaken van de partij NDP. En wanneer ze jou helpen om die tools te geven om te werken voor de samenleving, wat rest jou nog dan te twijfelen om je aan te sluiten bij de NDP? En dat heb ik vandaag gedaan in het belang van de samenleving, in afstemming met de mensen die achter me staan, want ik ben letterlijk naar hun geweest om met ze te praten, hun uitgelegd en gevraagd om toestemming en wat ze ervan vinden. En het enige wat ik hoor is, ga ervoor, wij staan achter jou waar je ook gaat. En vandaag is het bewezen, het zijn de niet-NDP'ers die hier zijn. Je hebt natuurlijk genodigde overige van NDP'ers die ook getuigen mogen zijn, maar de overgrootste deel zijn de niet-NDP'ers die vandaag met mij zijn meegekomen. Ik zie dat er bijna geen stoelen genoeg zijn voor de mensen op straat. Ja, de mensen staan ook zelf op straat, is ook verrassend voor mij. En ik zei dat in mijn speech was ik ook zo'n beetje emotioneel. Dus het is echt een bijzonder moment voor mij, een bijzondere dag historisch, omdat ik het ook zelf hier doe in mijn geboorteplaats. Jogaman in feite allemaal samen met Jogaman, met Singeman, maar met de man Sabi, dat 25 jaar lang wang zetel zijn NDP altijd bij missie. Na de Jogaman en team, de gewangen zetel dat hij. En we potegi de man, sa, unu bestel voor. En we zitten als je een man hebt, dan is dat of je een boer hebt, dat is het. Dan gaan we naar een president, dan gaan we naar een duel. En we gaan naar een tweede. De ontwikkelingen bij de Surinaamse bank, DSB, worden goed in de gaten gehouden door de Centrale Bank van Suriname. Dit conform haar grondwettelijke taken, zoals vastgelegd in de bankwet. De moederbank benadrukt dat DSB een traject heeft ingezet om de slechte resultaten over 2016 achter zich te laten. Het is nu al te zien dat dit traject vruchten afwerpt wanneer wordt gekeken naar de geboekte winst over het eerste halfjaar 2017. Het gezond maken van DSB is een aangelegenheid die de samenleving aangaat. Hier gaat bestuurslid Steven Debi Persat van de Vereniging van Economisten in Suriname als volgt op in. En ik denk dat het de belangrijkste boodschap moet zijn voor economen vandaag en ook financiële deskundigen. Om te waken op paniek omdat niemand daar iets bij heeft. Bedenk dat de DSB-bank de grootste bank van Suriname is nog steeds. En we hebben er niks aan als er daar verkeerde dingen mee gebeuren. We hebben of rekeningen daar of we zijn aandeelhouders. Dus we hebben er niks aan als die bank in problemen komt eigenlijk door handelen van de consument en niet zozeer door handelen van de leiding. Dus mensen moeten geduld betrachten. Het lijkt erop dat er wordt gewerkt door de leiding van de bank naar een goed resultaat. Vanaf de kant van de VES en natuurlijk als burger van Suriname is het belangrijk om erop te wijzen dat banken in een systeem aan elkaar gekoppeld zijn en iedereen die omgaat met geld ook binnen dat systeem is en niemand heeft baat aan paniek. Debi Persat geeft verder de geruststelling dat de winstprognose een goed teken is voor het hersteltraject van DSB. Ik heb net gekeken naar alle berichten en het verlies is vorig jaar geleden. Het nieuwste nieuws wat we hebben van de DSB is dat er nu dus geen verlies meer wordt geleden. Terwijl in het eerste artikel wat de afgelopen weekend verscheen werd gesuggereerd alsof er nog steeds verlies wordt geleden. Dus dat is niet correct en ik denk dat het vooral angst, onzekerheid heeft gecreëerd bij mensen. Dus het is belangrijk dat we weten als Surinamers, als mensen die rekeningen hebben bij de DSB,
dat er over het eerste kwartaal, misschien zelfs over het eerste half jaar winst is geboekt. En dat betekent dus als bedrijf, bedrijven die winst boeken, is dat het bedrijf gezond is. Dat was Steven Debiperschat van de VES. De verschillende besturen van de inheemse dorpen werken aan het ontwikkelen van strategische plannen. Dit om straks na de oplossing van het grondenrechtenvraagstuk ook het financiële beheer van de gemeenschap in eigen handen te nemen. Leslie Artist, kapitein van Redi Dotti, tevens commissielid oplossing grondenrechtenvraagstuk, zegt dat het wachten op de overheid tot het verleden moet gaan behoren. De dorpen die hebben ook hun eigen strategische ontwikkelingsplannen. Zeker ook Redi Dotti, neem ik mijn dorp als voorbeeld. Dus waarbij wij ook zelfstandig proberen werkgelegenheid en ook wat inkomstencapaciteit te creëren. En natuurlijk heb je daar ook de steun nodig van de overheid. Maar wij beginnen zelf als eerste, want de Mataki. In je plant in mijn land je puto, dus we langen we aan ook die land is zodat land ik langen we aan ook tot die uno. Dus ik denk dus dat het ook niet alleen ligt bij de regering, maar dat de gemeenschappen ook zelf dan met projecten en ondernemingen moet starten om zo ook hun inkomstencapaciteit dan te verzekeren en te vergroten. Ongeveer 72 inheemse dorpen zitten landelijk in dit proces. Het toekennen van collectieve gronden aan deze volkeren is een van hun voornaamste doelen. Ook de ontwikkeling van hun gemeenschap en woongebied staat hoog op de agenda. Jennifer Vreedzaam, volksvertegenwoordiger van PARA, zegt dat er nog gewerkt moet worden aan wetgeving om dorpsbesturen meer bevoegdheid te geven. Binnen de dorpsbesturen zelf, de gemeenschappen zelf, moet die bewustwording ook zijn dat die zelfwerkzaamheid en zelfontwikkeling ook op gang moet komen. Deze regering is ook daarmee bezig. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is hard bezig daarmee. Ik ondersteun dat proces. En natuurlijk ook weten we dat al jaren. Er is geen wettelijke kader voor de dorpsbesturen, geen wettelijk kader voor financieel management, geen wettelijk kader om dorpsplannen en dorpsbegrotingen te maken. Dus er is niets daarover, geen capaciteit ook. Ze missen die kader, de capaciteitsversterking om al deze zaken op papier te zetten. Dus daar zijn mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid en zelfontwikkeling. Dat de dorpen zelf dat besef en bewustwording tot stand komt, zodat zij die zaken ook zelf kunnen doen. Powaka is een van de grootste dorpen van PARA met ongeveer 1000 inwoners. Volgens de kapitein van Powaka, Mirjan Sabayo, zijn landbouw en toerisme de sectoren om de ontwikkeling op gang te brengen. Over het vraagstuk van de grondenrechten heeft het dorpsbestuur samen met de gemeenschap al een besluit genomen. We zijn collectief, amore boezo. Dus eigenlijk, als je Lucas Annie, als je goed teken lekker een grondtuur, dat dorp naar bestaan. Dat als je ook collect een foto kan taken. Je begrijpt, dus moet betreft op het de Olibi collectief. Dat na eigenlijk onnulig aan dorpja, aan besluit dat ze uitteken. Want op de kara vergadering kon, de op de actie, ze deuwen niet, deuwen een grondtuur of deuwen collectief. En allemaal dat liever collectief. Het programma van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV, waarin de ontwikkeling van de totale cassavesector ter hand wordt genomen, is meer dan alleen het onlangs gestarte project om brood te bakken uit geraspte cassave. Dit project van de agro-coöperatie Wiuma Fusranang wordt in samenwerking met het ministerie van LVV uitgevoerd. Er zijn enorme voordelen aan deze opgezet, zegt minister Suris Algo. En natuurlijk moet je dan werken met je stakeholders, zodat de verdere ketenontwikkeling van een gewas eigenlijk wordt uitgewerkt. Cassave, waarom cassave? Gezien de voordelen daarvan. Een van de voordelen is dat die cassave geen gluten heeft. En op het moment dat je dan cassave mengt met een product wat gluten heeft, betekent een percentage dat het sowieso minder wordt. Dat het dan gezonder is voor onze mensen. Omdat vandaag op de dag meel, wat we gebruiken voor brood, 100% geïmporteerd wordt. Wat kan je dan lokaal telen om dat te substitueren?
En cassava is heel goed gewas, heel goed product, dat je daarmee dan kan mengen. En dan lokaal de productie stimuleren. Je creëert naar werkgelegenheid voor je Surinamers, inkomsten voor Surinamers. En tegelijkertijd verminderen van de import, in dit geval van tarwe, met als gevolg minder uitgeven van de visa. Volgens de minister hebben bakkerijen heel weinig aan te passen in hun fabriek om brood te bakken uit geraspte cassave. Slechts het mengen van geraspte cassave binnen een bepaalde tijdseenheid zal een eventuele uitdaging zijn. Verder vindt Algo dat wij eraan gewend moeten raken dat brood nu uit geraspte cassave en tarwemeel wordt gebakken. Het ontwikkelen van de cassavesector geschiet volgens de voorzitter van Wi Uma Fusranang middels een ketenbenadering. Hierop gaat ze als volgt in. Ik hoor dan ook gelijk erbij te vertellen dat we een ketenbenadering hebben. We hebben onlangs een workshop gehad, 2-daagse workshop, zeer intensief, omtrent de keten. En je weet, een keten moet je voor één product. Dus we hebben de keten van het brood hebben we bekeken. We hebben een vanuit de marktzijde teruggewerkt en de keten vanuit flower en papzijde teruggewerkt. Daar ga je al die stakeholders identificeren. En misschien goed te zeggen, en ik denk dat iedereen die in de agrarische sector iets wil ontwikkelen in Suriname, wanneer je in die keten merk dat ergens een schakel maar één partij heeft, dan kan je weten dat die keten zwak zal zijn. Als alles leidt naar Wi Uma Fusranang alleen, wat gebeurt er als Wi Uma Fusranang er niet meer is? En wij praten over duurzame ontwikkeling. Dus vandaar dat er meerdere stakeholders zijn voor iedere link in die chain. De Sint-Wilhelmusschool moet in de komende 100 jaren transformeren naar een educatiecentrum. Dit is de visie van het schoolhoofd Ronald Hanenberg. Vandaag heeft de Sint-Wilhelmusschool haar 100-jarig bestaan gevierd. Applaus moet niet uitblijven. De school werd op 19 november 1917 opgericht door Rooms-Katholieken die naar Suriname kwamen als zendelingen. Na de inzegeningsdienst heeft monseigneur Karel Tjuni per klas alle leerlingen besprenkeld met zegenwater. Deze zegen is nodig voor de leerlingen van deze school om later iets te worden in de maatschappij. Dat was ook de eerste boodschap die de schoolleider vanmorgen aan zijn pupillen heeft meegegeven. De belangrijkste boodschap is om precies te weten alvast vanaf jongs af wat je wil, doelen scherp te stellen en te gaan voor het doel dat je hebt vastgesteld. Dus ik hoop, en wat mijn visie is dat de Sint-Wilhelmusschool een learning center wordt, waar er van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds les gezorgd wordt in alles, landbouw, biggies, mascoro, noem maar op. Gewoon van 8 tot 8, learning center. Als je jarig bent, mogen de presentjes niet uitblijven. De school kreeg voor haar mediatheek 3 boeken van een auteur die zelf uit het dorp komt. Van de DC van Para kreeg de school een agrarische hydrobak. Volgens Hanenberg passen deze geschenken precies in de planning die de school heeft om meer dan alleen basisonderwijs te geven aan kinderen. Maar in het verschiet hiervan hebben we ook al een kleine samenwerking met LVV, want het is een plantersdorp. Dus we moeten de kinderen ook van jongs af leren hoe gezellig en prettig het is om te planten. Want niet ieder kind houdt van achter de boeken, maar sommige kinderen moeten in contact zijn met de aarde en dan moeten ze ook leren planten. Daar hebben we ook dus een contact gelegd met een LVV. En we hebben ook met de kapitein gesproken en die heeft al aangewezen dat we dus achter de school een stukje van het terrein daar mogen hebben. De viering van de Dinari Day in Suriname krijgt behalve meer bezoekers ook meer inhoud. Dit was zondagmiddag duidelijk te merken op het terrein van Nax aan de Thompsonstraat. Hier werd de Dinari Day gevierd op de oude, traditionele manier. Er is volgens Gran Brada Erwin Goedhart bewust gekozen voor de oude stijl van herdenking, omdat de oorsprong van het afleggersberoep in stand moet worden gehouden. De oude stijl, die bij de afleggers past, bestaat uit meer zang en de gebruikelijke rituelen van het afleggerswerk. Met veel zang werd de dag gevierd, Dinari Day. Er werden liederen gezongen die met het afleggerswerk te maken hebben. Ja,
Alle aflegverenigingen zaten in groepsverband aan een eigen tafel. Hierop stonden Rokosani, attributen voor de afleggers, maar de opzet was zeer feestelijk. Ugobaka na abigi. En abigi wan taki, na lek van ubegi wan dinari de fosi. Zo u de ayari disi. En sanar grond prakseri baka voedoen zo. Omdat u een tjaar dens makom baka ina ting. Mek den shifa abego, omdat u modernisera sani tjinso tjapchi libiko ini. Maar fosi dinari de ibe de singi. Poku no bende na moro full singi. Maar nou is op dens ma, furus ma de aflegger ma alas ba is op singi. Dus dat u tak ayari disi, u no wan wa eripi poku. Maar sansa de kaart singi, dat u wan ayari disi. Een aantal afleggers werden tijdens de herdenking ook in de bloemen gezet. Goedhart benadrukt dat dit de enige bijzondere wijze is om afleggers voor hun inzet te waarderen, net bijvoorbeeld de staande ovatie voor een van de oudste stoomvoetoes van het afleggerswerk in Suriname. Dat is een one dat dans, dat op 92 jaar. Freedom, freedom, Goedhart laat verder weten hoeveel inzet het werk van de afleggers vergt. Toch wordt dat niet altijd erkend door niet-afleggers volgens de Grambrara. Ook vanuit de overheid vindt Goedhart dat er nog meer kan gebeuren om de prestatie van afleggers te bevorderen. Ik was aan mijn actie bakken naar de video van Kondre. Dat is een actie. Wat is een actie? Maar ik heb een pis doti. Pe alle jaren. Ik kan het doodtori. Omdat ik dit naar een trouwang. Tamara naar deze heeft die stond raven. En dan wil ik dinari. Heb ik voor de big roko. Want dinari is een belangrijk schakel in de maatschappij. Ja, omdat te if uno no set i boom dan a last euro small takete ma ini was ma de kong na kribo euro view te u set i poti da seker en dat ai u de te freda dan a lobby ma a wardere dat uno ne kis ete fu doro se ete we probere blat blat e un srefi ma we big de bugi ma kong de na toba na we we spe we saw swamp u de be saw joseph we saw langas asanti. De afleggers zijn nogal tevreden met hun bestaan in Suriname. Er is een groei te merken en bijna geen sprake meer van vergrijzing. Er wordt nu gewerkt aan het overdragen van kennis en ervaring binnen het afleggerswerk. Vandaar dat er tijdens de Dinari Day is gekozen voor Fosting Praise, waarbij de muziekformatie Sangrafu voor de begeleiding heeft gezorgd. De Dinari Day is speciaal in het leven geroepen om afleggers in een ontspannen sfeer bij elkaar te brengen. De eerstvolgende Dinari Day wordt buiten Paramaribo gehouden. Goedenavond.